En als je dan ziet dat je moeder op de plekje zit en na verloop van een paar weken gewoon helemaal weet hoe alles gaat, hoe het werkt allemaal. En dan zie je dat zij het naar de zin hebt, dan ben je zo blij. Niel is een begrip in de wijk Kralingen. Al zo'n 70 jaar leveren we hier zorg. Zorg aan mensen die bij ons wonen, maar ook die tijdelijk verblijven. Zo leveren wij zorg aan mensen met dementie. Mensen die afhankelijk zijn van beademingszorg. Krijgen mensen longrevalidatie. Hebben we dagbesteding. Hebben we een afdeling op het IJsland Ziekenhuis voor revalidatie en herstel. En naast ons hebben we de hospice genaamd de Regenboog. We kwamen op die kamer en gelijk hadden we zoiets van zo, wow, licht en vrolijk. Vinden we allebei wel belangrijk, vrolijkheid en licht. En dat was hier. En het stond ons gelijk aan eigenlijk, hè? Ja. Je moet even je draai vinden, maar gelijk had ze zoiets van, nou, wat een lekkere ruimte. En dan vertelt ze dat sommige verzorgsters, gaat ze naar bed, krijgt ze een kus op de voorhoofd, wordt ze ingestopt. Nou, hoe mooi. Je wordt op je gemakje gesteld. Ze zijn ontzettend lief. Ze werken ook lief. Dat voel je aan. Wat dat betreft zit hier ook echt op mijn plek. Wat Pneo uniek maakt is de ligging van de locatie vlakbij het Kralingse Plas. Wat voor velen hele mooie herinneringen geeft. De prachtige tuinen die we hebben, waar mensen gezellig een kopje koffie kunnen drinken die ze uit het restaurant hebben gehaald met hun familie of mantelzorgsvrienden, noem maar op. En hebben we een polykliniek in huis van het IJsland Ziekenhuis, wat gewoon heel erg veel voordeel geeft voor mensen hier als ze bijvoorbeeld een röntgenfoto moeten maken of bloed moeten prikken. Dat kan bij ons in huis. Wij leven hier op deze afdeling hoogcomplexe zorg met betrekking tot beademing. Hier zie je allemaal cliënten met beademingszorg, of via de tracheacanule of via een kapbeademing. De grote lijnen van het werk zijn veelal hetzelfde, maar de kleine dingetjes die je dan voor een cliënt kan doen, bijvoorbeeld een kopje thee halen of een tafeltje net iets anders neerzetten, dat is voor veel mensen gewoon heel gebruikelijk, maar deze cliënten kunnen dat niet zelf. Dus dan, die kleine dingetjes die je voor iemand kan doen, maakt iemand heel gelukkig en dat maakt jou dan weer gelukkig. Er is een hoop ruimte voor de christelijke identiteit zelf, maar ook voor zingeving. En dat vind ik vooral heel erg mooi om terug te zien. Dat we daar de ruimte voor geven om met elkaar daarover te praten. En ook om te zien wat nou echt belangrijk is voor iemand en wat er nu nog speelt in iemand zijn leven. Ja, nou, je ziet toch als ik aan het kwebbelen ben. Nou, dat houdt niet op, hoor. Echt niet. Ik heb het hier reus naar mijn zin. Want thuis ben ik ook alleen. Nou, dan zit je tussen vier muren. Je kan tegen niemand wat zeggen, alleen je boodschapjes doen en dan heb je het gehad. Dus voor mij is het twee dagen in de week heerlijk om te doen. En ik kan lekker met iedereen kwebbelen. En ook, ja, ook de mensen helpen. Dat geeft je echt voldoening. Dan ben je zo dankbaar. Ook al als je iemand kan helpen om eten te geven. Dan ga ik s'avonds met een grijns van oor tot oor en dan ga ik naar huis. Dan denk ik, nou, ik heb toch weer... Je hebt toch weer iemand kunnen helpen, ook met praten, met babbelen. Even gezellig, een kwebbeltje, even een praatje. Jij zit ook het vrolijkste, hè? Ja, ik ben het zonnetje in huis, hè? Dat weet je. En zonder humor kunnen we niet leven, hè? Nee, de humor moet je erin houden. Ik wil één ding zeggen. Ik had een intakegesprek en toen zei ik...